Wij hebben gewoon een hele trouwe fan. En dat is niemand anders dan onze lieve Mitchell. Ja. En jongen, je doet het voortreffelijk hoor. Je doet het zo goed. Nou ja, jullie zien natuurlijk nog een elleboog en nog een stukje lichaam. Maar dat is onze Mario weer. Hoi. Dat ik ben er weer blij mee dat het weer even is. Een hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we gewoon weer eenvoudig bij aanbeland. Ja, en we leven vandaag alweer op dinsdag de 25e van de 10e 2022. En we leven om 3:10. De meisjes die zijn al lang al uit geweest. Ik heb zelf mijn eigen stoel eens een keer schoongemaakt. Want dat wordt ook niet gedaan. Want hij werkt wel op een accu en alles. En het wordt dan van onder helemaal smerig. Wat heb ik helemaal schoongemaakt. En ik wacht op de invalster van Claudia. En die zou 10:00 komen. Het is nou 3:10. Nou ja... Dat maakt niet zoveel uit. Nee, en ook wil ik eventjes een hele lieve jongen welkom heten. Want die kijkt trouw elke dag naar mijn vlog. En niet alleen dat die van mij. Nee, ook die van Karin. Wij hebben gewoon een hele trouwe fan. En dat is niemand anders dan onze lieve Mitchell. Ja. En jongen, je doet het voortreffelijk hoor. Je doet het zo goed. Ja, je bent een schat, je bent een engel. Mwah, van mij krijg je die. Ja, dat, ik ben stapelgek met je, dat weet je. En kijk eens, er zijn er nog een paar gek met jou. Zie je dat? Ja, Rijka en Elwing. Hé? Nou, maar in ieder geval, lieve vrienden, die wil ik gewoon eventjes oppeppen, ja. Nou ja, doe normaal. Ze is gek. Ja, maar het is prachtig mooi weer. Wel wat hier en daar wat wolkjes die erover drijven. Maar dat kan de pret niet boeien. Ik hoop dat de huishoudelijke hulp snel mag komen. Want mijn huisje ziet er niet uit. Tenminste beneden niet. Boven valt het wel mee. Want dat is pas gedaan door Claudia. Vorige week nog. Ja. Wat moet je nou? Wat moet je nou? Wat moet je nou? Wat moet je nou? 1, 2. Voilà. Nou, dan zit Rijken er ook weer eens een keer bij je. Ja. Wat zie je allemaal? Er valt niks te zien. Nee. Nou, doe maar weer. Ja, jij bent ook lief. Ja, dan gaan we maar met de mobiel even verder. Ja, moet ik weer draaien. Maar het maakt niet uit. Nee. In ieder geval, de accu heb ik vergeten op te laden. Kan gebeuren. Ik deed het iedere keer trouw en dan ben ik het vergeten. Maar het maakt niet uit. Hij moet toch ook leeg. En mijn telefoon moet weer leeg. Dus ja, komt allemaal goed. En daar ga ik straks ook mee beginnen. En kan die gelijk na die tijd aan de lader. En dan komt het allemaal weer goed. Ja toch? Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van zo'n prachtige mooie dag. Het is heerlijk. En ik zou zeggen, ook geniet gewoon weer met ons mee. Ja. Ik zou zeggen, graag tot straks. Want ik moet ook weer... Erwin die komt ook weer. Dus ja. Dus dan komt het allemaal wel weer op zijn pootjes terecht. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb gebeld naar de schoonmaakbedrijf Miep. Nou. Boos ben ik. Kwaad ben ik. Je wordt nog vleugenaar ook uitgemaakt, als het ware. Gisterochtend krijg ik telefoon van de coördinator Luc. Dat ik vandaag rond 9:30, ik weet de tijd niet meer, maar dat hij belde mij gisterochtend vroeg al. Net dat ik denk dat hij net begonnen was met zijn werk of zo, dat was nog vroeg. Toen belde hij mij op om te zeggen dat ik vandaag een invalster kreeg, want de Claudia nog steeds ziek was.
Ja. Met naam en de tijd en alles erbij. Al wie er nog is. Nobody. Dus ik bel op. Maar weet u van dat hij niet gebeld heeft? Ja, dikke Jelle. Kom op, zeg. Ik ben niet achterlijk, hè. Ik ben niet achterlijk. Ik ben al zo boos. En ik heb het ook niet gedroomd. Echt niet. Ik was wel net wakker, dus ja, hoe? Weet je? En dan krijg ik dus helemaal niks. En Claudia had mij beloofd om donderdag te komen. Dat is ook nog maar de vraag. Want ze is ziek. Vrijdag krijg ik er dan weer een. En over 2 uur. Ja, hallo, wat heb ik daar aan, weet je? Ik moet nu een hebben. Maar niemand. Ik ben zo boos. Zo erg boos. Nou ja, ik zie wel hoe ik mijn dag indeel. Ik ga eerst even wat voor mezelf doen en een bak koffie erbij. En daarna, ja, ik moet toch wat doen, hè? Want mijn huis is vervuild. Ik heb viezerik overal op schrijven. Nou, een beetje bij beetje moet ik het even zien schoon te maken. Hé, hey, ja, nou, vrouwtje boos, hè? Ja, niet op jou, schat. Niet op jou, liefie. Nee, goeie. Hé, hey, ja, goeie. Hey, je bent een lief, hoor, ja. Mwah, liefie. Hé? Hey? Dus ja, maar in ieder geval, ik ga even een bakje koffie maken en ik heb hier een leuk tasje staan. Er gaan weer lollies in voor Halloween, dus dat ga ik even zo vast klaarmaken. Ja, dat mijn booster heb ik gisteren klaargemaakt, ga ik dit nou klaarmaken. En voor de week eventjes mijn spullen klaarleggen, wat ik aan moet. Want ja, ik krijg een jas aan natuurlijk, dus ik moet warme kleding eronder aan. Ja. Dikke trui, een petit shirtje, een dikke trui, weet je, dat ik goed aangekleed ben, dat ik niet ziek word door de kou of wat dan ook. En dan hopen dat het natuurlijk droog blijft, hè, dat vooral, ja. Tegen de kou kunnen we ons kleden als hek zijnde, maar niet tegen de regen, nee, want dan wordt alles drijfnat, dat vind ik zonder die pruik en alles in die hoed. Dus, maar dat komt wel goed. Ja hoor, ja. Moet je naar buiten, meisje? Je mag naar buiten. Ze wil naar buiten, dus dat gaan we eventjes doen. Dus ik hou jullie op de hoogte, lieve vrienden. En geniet verder van jullie. Dag. Hallo, lieve Mitchell. Ja, hier ben ik speciaal voor jou, lieve schat. Ik heb wat voor jou. Ja, als jij donderdag met mama bij mij komt, heb ik iets lekkers voor jou. Ik laat het je zien. Dat is 1. Een lolly. En dat is 2. 2 lollies. Speciaal voor jou, lieve schat. Omdat ik heel veel van je hou. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja. Ik ben kapot, dat wil je niet weten. Ik ben trouwens ook net weer thuis met de dames. Voor de tweede keer van vandaag. Nou ja, op dat, mijn bureau na en die 2 plankjes waar de eurentjes op staan enzovoort, die kan ik dus nog schoonmaken, waar jullie staan, waar mijn computer staat. Dat is allemaal schoon. Allemaal schoon. WC, alles is schoon. De vloer is gezogen, nog niet gedweild. De wc wel, is wel gedweild. Met de hand, met een doekie. Dus ja, Erwin is geweest. Terwijl ik met Erwin buiten bezig was om. Ik had dus een papiertje, daar zaten zaadjes in. En dat moest doordrenkt worden. En dat moest in potgrond. En dat moest ook nat. En dan moest het papiertje erop. En dan moest er weer een ander laagje potaarden erop. En dat moest ook weer nat. Dat heb Erwin ook voor me gedaan. En dat zat gewoon nou weer even op de salontafel.
jullie zien natuurlijk helemaal maar zwarte aarde nu. Maar oké, daar moet dus TZT wat uit, wat omhoog komen. Ja, dat we gaan dat helemaal volgen. Helemaal leuk en gezellig. Nou heb ik momenteel, door het harde werken en ik heb die bank, heb ik ongekieperd gehad met de rugleuning op de salontafel, zodat ik de onderkant en de achterkant goed schoon kon maken met een stofzuiger en met een doekje, etc. Dat klaar was, heb ik weer omgekieperd met de rugleuning tegen de hoek aan van de kast, maar dat hij zijn poten, zijn voorpoten weer omhoog had. En dat zijn er vier. En achter heeft hij er, geloof ik, maar twee. Ja, achter heeft hij er twee. En voor heeft hij er vier. Ja, kun je nagaan. Maar in ieder geval, allemaal schoongemaakt en gedaan. En weet ik veel. Enkel, er zitten ooit spatjes op nog van Frodo. En de vorige honden. Als ze dan binnenkwamen en nat waren, was het schudden, schudden, schudden. Nou ja, en dat vormt toch vlekjes op je bankstel, ja. En dus, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Maar het is verder wel schoon. En daar gaat het om. En dat was al tijden niet meer gedaan. Dan moeten die stoelen ook eens een keer op die manier gedaan worden. Maar dat, ik kon niet meer. Ik kon niet meer. En ja, ik ben nog back-off. Erwin die was er dus, en terwijl we met dat potje buiten bezig waren, ging er een fietsbel. Ja, oké, gaat zo vaak een fietsbel, weet je. Maar Erwin die doet die poort open. Ik denk, ja, waarom doe jij die poort open, ja? Stop mijn liefhebbende broer de tuin in. Dus die heb ik ook nog op visite gehad. Ja, helemaal gezellig, helemaal leuk. Nou ja, en dat hij dan, dat hij ook weer weg was. Nou ja, toen heb ik de boel, de koffiekopjes eventjes naar achteren gebracht. Behalve die van mezelf niet, want ik blus zo nog wel weer een bakkie. En komt helemaal goed. Ja. Ja, dat, we gaan zo even kijken wat ik vanavond eigenlijk wil eten. En ik denk dat het gewoon brood wordt, want ik ben echt back af. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. En ik moet nog even een mini-vlogje maken voor mijn fan. Ja. Had ik er twee lollies voor hem, dus dat stuur ik er gelijk eventjes door naar zijn mama. En dan komt het allemaal wel goed. Ja. Moet jij weer naar buiten, schat. Moet jij weer naar buiten. Moet jij weer naar buiten. Moeten jullie weer naar buiten. Hé? Oei, oei, oei. Wat ruik jij toch, kind? Onderweg ook, die neus maar naar boven. Normaal dan loopt ze te snuffelen op de grond. Ja, het is ook al gedaan, maar lang niet zoveel. Dan nou omhoog. Hé? Is het lekker? Ja, maar ik wil de deur weer dicht. Dan hoef ik vanavond de kachel niet aan te hebben. Ik krijg die deur niet eens hier dicht. Nou. Dan doen we het zo weer even. Ik zet jullie even neer, want ik ga de deur dicht doen. Ja? Moet je nog naar binnen? De mooie is binnen, die andere blijft nog buiten. Prima. Nou, opnemen dan. Zo. Waarom staat die scheef? Oh, pootjes, zo. Dus ja, dat allemaal dus. Waarom is mijn telefoon zo raar, weet ik ook niet. Zo. Ja,
dat gaan we dus allemaal doen. Ik ga een bakje koffie op nog maken, want ik heb dorst. En ik spreek jullie gewoon later weer en geniet verder gewoon van je dag. Het is hoe laat leven we eigenlijk. Dan 3:30, dus ja. Namiddag, geniet dadelijk ervan en ik spreek jullie later. Zo, lieve vrienden, ja. En toen zit ik hier met verdriet, tranen in mijn ogen. Ik heb geen leuke briefkaart ontvangen van Corrie. En ja, de kaart op zich is leuk. Maar de inhoud is minder leuk. Ze vindt dat ik aan complottheorieën doe. Over wat er in het verleden afgelopen jaren is gebeurd. Met die virus. De ene zegt chroma en die zegt weer dit en die zegt weer dat. Ik heb de bier ervan. Zij wil die 1,5 meter graag handhaven. Hoeft niet meer, maar doet er niet toe. Zij zegt ook dus dat ik complottheorieën doe. Dat is mijn waarheid. Nee, ik vertel de waarheid, maar het is niet mijn waarheid. Nee, het is de waarheid wat echt zo is. Maar met iemand die het er niet over hebben wil. Heb ik het ook er niet over? Nee, respect voor diegene. Maar ja, Corrie wou het er ook niet over hebben, dus dan hou ik mijn mond. Maar Corrie die begon er ook zelf wel eens over. Dus ja, dan moet je er toch op reageren uit respect weer voor haar. Maar ja, ze zegt ook dit schept een afstand. En voorlopig wil ze geen telefoontjes of wat dan ook. Ja, en dat doet mij heel veel pijn en verdriet. Maar ik laat er even een paar weken met rust. En dan zal ik de schuld op me nemen. Terwijl ik geen schuld heb. Want waarover moet ik schuld hebben? Ik heb geen schuld, nee. Maar in ieder geval, dan neem ik de schuld op me. Ik bied mijn excuses dan aan, et cetera. Maar ja, het doet me wel heel veel pijn en verdriet dat ze het doet. Ja, het doet me heel veel pijn. Heel veel. Maar ja, ze heeft ook haar vaccinaties gehad ervoor. Ze heeft ook de herhaling booster vaccinatie gehad. Het enige, ja, dat ze dat vertelde. Ik zei, dom, meer heb ik niet gezegd. Ik zeg, had je beter niet kunnen doen, lieve schat. Maar ja, meer ook niet, weet je. Maar in ieder geval, al met al moet ik ook nog steeds een vlog in elkaar zetten. En ja, het hoort er wel later op en niet vroeger. En ik ben moe van alles. Alle toestanden, problemen, aan het werk geweest, hero, et cetera. Mijn lichaam doet me zeer erdoor. Maar ja, we gaan gewoon door. Ik ga eerst even weer een bakje koffie maken en misschien dat me dat helpt even energie te geven. En ik zag ook weer een appje voorbij komen, dus ik zal daar ook nog even naar kijken. En ik wens jullie in ieder geval allemaal een smakelijk eten voor degenen die het nog niet op hebben. Een hele fijne avond toegewenst. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. O, lief. Smelt, smelt, smelt. Zo lief. Nou ja, jullie zien natuurlijk nog een elleboog en nog een stukje lichaam. Maar dat is onze Mario weer. Hoi. Dat ik ben er weer blij mee dat ze er weer even is. Ja, ja. Hoe gaat die schat? Ja, gaat goed hoor. Mooi. Even bezoek na mijn schildersles. Lekker toch? Ja. Was het schilderen leuk? Ja, was leuk. Leer je ik heb niet veel wat? Gedaan. Ja, ik leer wel wat, maar ik heb niet veel gedaan. Maar morgen bij Marianne dan... Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd, ja. Neem eens wat werk mee en laat het eens even zien. Ja. Dat lijkt me leuk. Dat kan. Ja. Ja. Maar dat is smelt, smelt, hè Mario? Ja, echt hè. Echt wel. Zo lief.
mijn engeltjes. Maar ja, we gaan ook weer lekker televisie kijken. En ik weet niet of je nog drinken wil, maar dat horen we zo meteen wel weer. Ik heb nog koffie. Dus ja, tot later. Doei, tot later.